biecht. En dat is dus kennis waar hij niets mee doen mag. Dat is een fabel die rondgaat. Die is gemakkelijk gezegd. Ze moeten toch iemand vinden. Waar ligt volgens u de rechtvaardige rechter in? Ik ga iets van doen. Ik weet het niet. Het is beoord tot de kapel voor het welk het gemaakt is om de gelovigen te onderrichten en een catechese te geven wat de mis betekent. Het is als de verheerlijking van God, waar de hele mensheid toe geroepen was om aan de weldaden van de verlossing deel te nemen. Twee stukken zijn gestolen. Eén ervan, het rechtse, sturen de dieven terug om triomfantelijk te bewijzen dat zij nu de rechtvaardige rechters bezitten. In advertenties en onder de initialen ANS of DUA communiceren ze met de kerk. In dreigbrieven proberen ze het fortuin van 1 miljoen frank van de bisschop af te persen. Op advies van de politie gaat de geplaagde bisschop Kopieters daar niet op in. Monseigneur de Kezel heeft de bisschop goed gekend. Zeer goed. Dagelijks meer betrekking geweest. Hem wordt verweten, toen Goedertier zijn afpersing deed, niet toeschietelijk genoeg te zijn geweest. Hij was toeschietelijk, maar de politie en het gerecht raden hem aan niet toeschietelijk te zijn. Hij zou het bekomen hebben, aan zijn gus gelaten. Het is een zware slag voor hem geweest. Ah, natuurlijk. Denken. En voor u? Voor iedereen, hè? Dus voor de kerk zelf. Dat is onherstelbaar verlies, hè? Heeft u enige hoop dat het werk ooit gevonden zal worden? Zal de hoop, hè? Zolang we dat niet met zekerheid weten. Dat vernield is er hoop, hè?